Hallo mensen van GamesXL en welkom terug bij deze nieuwe video. En ja, we zijn weer terug bij Tomb Raider, episode 9. Dus meteen achterna gerecord, zoals je ziet, staan ze daar nog. En de vorige episode was trouwens in AVI gerecord. Vonden jullie dat beter kwaliteit dan de andere? Dan ga ik dat doen. Het scheelt wel veel qua opslag, want die was namelijk 4,5 gig. En deze wordt ongeveer, denk ik, 2400 MB. Dus het scheelt wel een hele hoop. ik zag trouwens dat het gewoon een goede episode was. Dus ik veranderde altijd even gauw de opslagplek. Zodat ik een backup heb vanaf hier. Dus dat was wel mooi. En nu moet ik hem dus vermoorden. Nou, dat is eigenlijk niet zo heel leuk. Ik ga hier wat... Oké. Hou op. Ik vind jou nu al niet meer aardig. Oké, ik ga 3 keer doen. En dan... Nee. Ik wil hier zo 3 keer en dan... Oké, dit is moeilijk. Oh, ik kan gewoon zo schieten, jongens. Oké, als jij nou eens gewoon weggaat, Jezus. Op de voeten. Nee, ook niet. Jezus. Oké, als die uithaalt, doe ik een rondje. Oké, dit is moeilijk. Oké, waarom kan ik nou in één keer geen zand meer gooien? Oké, ik kan geen zand op hem gooien. Waar slaat het op? Dit moet ook echt met rondje ontwijken en dan... Jezus! Hoe moet ik die gas kapot maken, man? Oké, hoe moet ik deze gas in godsnaam kapot maken? Ja, nee, dat merk ik ook al ik mijn ammo verspil. Maar ik weet niet hoe ik jou kapot moet maken, gozer. Kom eens hier. Kunnen die tonnen niet ontploffen? Dat is onzin. Kom hier jij. Kom hier jij. Kom hier. Nee, die tonnen kunnen dus blijkbaar niet ontploffen. Shit. Hoe doe ik dit? Hoe moet ik dit doen? Nee, nog een keer rondje gebruiken. Nee, what the fuck? Ik gebruik toch rondje? Ik... Nee, dit, dit gaat niet worden, dames en heren. Dus, wat? Oké, dat moest een glitch zijn in het spel. Oké, hoe moet dit? In godsnaam. Oké, ik ga hier een rondje doen en dan... Ik kan niks doen tegen die gast. What the fuck? Oké, ik ga gewoon proberen. Als ik dood ga, jammer dan. Oké, rondjes ontwijken, die gast. Hoe de fuck moet ik deze gast doden? What the fuck? Echt jongens, kom op man. Kijk, als ik rondje doe dan... Hij doet het niet! Nou, rondje dan ontwijk ik zogenaamd zijn aanval. Dus als ik dat doe hè. Nou, ik hitte hem wel. Dat is mooi. Nou, kom jij hier maar even hier, ammo. Oké, rondje. Ik deed rondje, kom op man. Hè, werd non-juist tijd. Nou, ik ga jou looten. Eén van de twee boogonderdelen gevonden. Nee, niet doen. Ik wil nu niet dood. Dus hou op. Dan ga ik jou looten, dan krijg ik ammo. Oh, 4 pijlen. Mooi, maar ik heb hem dood. Oké, jij bent ammo. Jou wil ik hebben. Daar zie ik nog ammo, denk ik. Nee.
Verder niks meer? Verder niks meer, nee. Interessant. Zitten hier nog personen op mij te wachten? Je weet me nooit, hè? Je weet me nooit. Maar blijkbaar moet dat zo. Je moet ontwijken en dan schieten dus. Dat moet ik onthouden. Hé, hier kan ik hem openmaken. Dat ga ik eens even doen. Spam. Materiaal 65. Dat is... Ik schrok me kapot, man. Stomme rat. Ding. Val. Ja, ja, ja. Hier ligt een boek. Toch? Oh, nee. Lol. Ik dacht dat het een boek was. Ja, ik ben altijd onderzoekend, hè. Ik kijk altijd of ik iets vind. Overal. Maar blijkbaar vind ik hier dus niks. Hier valt niks te vinden. Oké, hier heb ik wat ammo in, zo te zien. Even laden. Hé, hey, je kijkt wel een beetje bang, jij. Wat is er nou? Hé, wat is er nou, maat? Oké, sorry. Inzien. Oh, ik ben erachter gekomen dat ik deze ding in de fik kan zetten. Ik keek mijn video zo terug en dacht van, hé, hey, er zit een fik in de fik zet ding bij. Maar, oh, hier kan ik dus iets doen. Ik weet niet wat het inhoudt als ik die ding in de fik zet, wat ik krijg, maar ik kan het, dus ik ga het proberen. Ik keek namelijk een van mijn video's terug en toen merkte ik dat, oh, daar kijkt materiaal uit. Hoeveel? 10 zeker, of niet? 30. Mooi. Dus daar krijg ik gewoon materiaal uit. Nou, dat moet ik onthouden dus. Dat is wel handig altijd. Jij gaat nu uit, Torch. En ik wil... Torch zeg ik weer, hè. Fakkel. En ik wil hier in. En dan ga ik hier gewoon in. En dan zit hier iets wat ik kan onderzoeken. En wat zit erin? Wat zit erin? Spannend. Een Japans ID-plaatje. Oké, één van de twee. Ik kan later altijd nog de missies terugdoen om alles compleet te maken. Dat hoeft nu nog niet eigenlijk. Maar als ik dat echt wil gaan doen, dan kan ik daar straks... als jullie er niet bij zijn. Of misschien als jullie het wel willen zien, dan kan ik dat doen als jullie erbij zijn. Maar ik denk niet dat dat nodig is. Moet ik hier naar beneden of hier naar omhoog? Ik moet hier denk ik omhoog. Pak wel even mijn handpistooltje erbij. Kamp ontdekt. Nieuw kamp ontdekt. Radiotoren. Dus hier kan ik gewoon... Oh, daar. Daarachter. Dus hier kan ik weer gewoon mijn kamp. Yep. Hey, nieuwe vaardigheid. Ben ik weer level up, joh? Oh, dat gaat lekker snel. Oké, wat ga ik nu doen? Ik denk dat ik jager upgrades doe. Dat is toch... Nee, ik wil vechten. Een of ander vechten. Dit zijn toch allemaal vechten? Ja, knokkers. Deze smerige trucs. En dit is... Vecht langer door, ondanks de verwondingen die je oploopt. Ja, laat ik die maar even doen. Incasseer meer schade voordat je eraan bezwijkt. Dus dan heb ik meer leven, zeg maar. Ja, dat is wel mooi, altijd. Ik ga heel even een slok drinken pakken, dames en heren. Want ik ben de hele tijd al aan het praten en ik heb een beetje dorst. Dan krijg je namelijk een beetje een droge mond van. Ik heb toch een nieuw boog onderdeel gevonden. Waarom kan ik hem niet upgraden dan? Dat niet. Dit ding kan ik upgraden. Dit ding kan ik nog verder upgraden. Dit ding niet. Dit ding eigenlijk ook nog niet. Ik wil deze wel even upgraden. Hallo. Ja, mijn schiefmoeder kwam binnen. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit dan? Oh. Hoeveel zijn die? Gepolijst uitwerper. En gepolijst uitwerper verhoogt de vuursnelheid. Ah, dat is goed, joh. Laat ik die maar even doen. Ja, dit hoort er allemaal bij, dames en heren. Yo. Oh, ik zie nou in één keer staan. Zoek een boogonderdeel om de volgende boogupgrade te ontgrendelen. Dus ik moet er nu nog één vinden... Om de boogonderdeel. Oké, en hier zeg maar staan nu. Zoek nog 3 geweeronderdelen. En links, dat oranje tekst staat er. Voor de volgende. Oké, dus ik moet zeg maar meerdere zoeken voor te upgraden. Dit is altijd wel leuk. Ik vind het wel leuk om dingen te upgraden en zo. Dus snel reizen, dat is nu niet nodig. Dus waar moet ik nu heen? Oh ja, hier naar boven denk ik, hè. Klimmen. Hier omhoog en dan up. Ga die guy eens klimmen.
En dan hier een rondje. En dan kan ik dadelijk daar weer naar boven. Maar ik ga hier even kijken. Oh, ik moet hier omhoog, denk ik. Oeps. Oké, daar gaan we. Oké, let op, dames en heren. Ik ben een voorspeller. Voorspellen. Ik voorspel dat dit ding dadelijk afbreekt of kapot gaat. Let maar op. Anders is het spel zo makkelijk. Ik bedoel, kom op. Het is toch makkelijk? Not. Oeps. Zie je wel dat er iets afbrak? Ik zie dat deze... Dat het ongeveer... 5 seconden scheelt. Nee, 3-4 seconden scheelt. Met het... praten en het spel zelf. Dat moet ik even kijken, zodat ik het goed op één lijn kan zetten. Want ja, anders is dat heel irritant als ik iets zeg en het moet nog gebeuren op het spel. Dus vandaar dat ik dat probeer. Oké, klimmen, meid. Ja, ik ben bovenop. Ja, ik zou dat ding ook vastpakken. Zo van, kom eens hier, jij. Oké, het is best hoog. Kijk, omhoog is niet zo erg. Als je niet naar beneden kijkt, maakt niet uit. Maar zodra je terug naar beneden moet, moet je naar beneden kijken. En dan wordt het volgens mij wel eng. Oké, wat gaat het spel doen? Oké, ik doe nu niks, hè. Dat doet hij automatisch. Oh, nu moet ik wel weer doen. Oké. Ja. Ik zeker gaan springen, of... Ja, hey, dit zou ik toch nooit doen, hè. Pas op, breekt af. Nou, dat had ik niet vertrouwd, maar... Er staat daar eentje achter me. Kikkeboe! Oh nee, toch niet. Hey, waarom zetten ze die dingen altijd bovenop? Ik bedoel, als je er onderaan zet, is het toch veel makkelijker. Haha. Alex? Lara. Lara. I'm at the panel. Ik ben bij het paneel. Nou, dat is mooi. Okay. Toren zou het signaal van de zender moeten. Oké, wat ga ik nu doen? Zoek het noodkanaal en zorg dat ontvangst op de radio het SOS stuurt. Hey, we got everything crossed for you down here, LC. Thank you. Oké, stem de radio af. Oké, moet ik met mijn... met L de radio afstaan? Nog steeds niet? Hallo? Ik versta wel iets, man. Jezus! Ja, en dan? Er zijn er nog meer. Vastzetten. Ruisonderdrukking. Oké, uitzenden. Mayday, mayday. This is Lara Croft of the Endurance. We are stranded on an island in the Dragon's Triangle. Het is gelukt. Help and medical supplies. Please respond. Come on, come on. Mayday, mayday. This is Lara Croft of the Endurance. This is aircraft Nautilus 177 Alpha. Searching for you since the distress from your vessel. What a hope. We hebben jullie positie, maar we kunnen de visueel signaal geven. Ik bedenk wel wat. We komen hier snel jullie kant op. Uit. Mooi. Er komt hulp, zeggen ze. Maar het is pas op 20% of zo, dus ik denk niet dat het gaat lukken. Raar gevoelgevoel. Maar 20% van het spel uitgespeeld, dan is het nog niet klaar. Dat is heel simpel. Brandstof, vlammen. Ja, dat lukt me wel, zegt ze dan. Ja, dat lukt ons wel, joh. Pff.
Maar goed, nu nog naar beneden zien te komen. Oh, dat doet ze automatisch, denk ik. Nee, tuurlijk niet. Het zo is makkelijk. Oh, ik kan hier gewoon naar beneden ziplinen. Wee! Laten we dat doen, dames en heren. En toen was ik hier beneden. Zo kom je ook beneden. Ja, inderdaad. Ja. En nu moet ik terug, denk ik, hè. Even kijken waar ik heen moet. Oh, ik moet daarheen. Oh, dat kan ook. Ja joh, doe makkelijk. Brandstof tanks. Openzetten. Oh, brandstof. Er moet een manier zijn om dit aan te steken. Nou, laat ik het zo doen. Doet hij dat niet? Er komt er altijd vonken vanaf. Oh, ik denk misschien doet dat er wel, maar... Dat is blijkbaar te makkelijk gedacht. Iets zoeken waarmee ik het aan kan steken dan. Ik zoek altijd overal een 9. Ja. Ik denk dat het gewoon hier binnen ligt. Daar niet van, maar... Ik wil ook alle secrets en zo proberen te... Ammo! Proberen te vinden. Oh. Zo kan het ook. Dat ding. Kijk eens. Vuurstaal, nieuwe uitrusting. Oh, vuurstaal. Dus ik kan nu altijd, zeg maar, hou vierkantje ingedrukt om de fakkel aan te steken. Dus ik kan nu altijd mijn fakkel aansteken door zo'n, door dat ijzer ding, weet je wel. Dat is wel makkelijk. Dat is wel handig. Zal ik hem erin gooien of gewoon zo doen? Oké, ik sta zelf in het vuur. Dat is niet zo makkelijk, hè. Zie je, ik kreeg zelf ook... Ik schrok... Daar zijn ze. Oké, en nu? Hou let maar op, die storten neer of zo, zie je wel. Niemand mag weg. Waar slaat het op? Oh ja, ze zeiden dat dit eiland soort van vervloekt was, vol met geesten, dat je hier nooit weg zou kunnen komen. Daarom dat dit nu gebeurt, blijkbaar. Oké, ik denk dat ik iets moet gaan doen. Zeker, dat ik iets moet gaan doen. Oh, gek. Oké, ik moet één kant op uitgaan, weet ik zeker. Oh. Oké, ik moet glijden. Wie, glijbaan. Hier naar beneden. Oh, ik zie het heel slecht. Alles wat... Het bibbert en doet en... Vierkantje. Oh, dat ding komt. Die kant op. Spring en dat ding naar beneden. Haha, ik heb het gered. Ik heb het gered, jongens. Ik heb het gered. Yippie. Ik heb het gered. Oh my god. Inderdaad, ik moest ook hoesten. Model ontgrendeld. Ook nog. Help. Oké, de piloot. De piloot. We gaan naar de piloot toe. Dat deed ik helemaal niet. Oké, daar moet ik heen. Nou, dat is gewoon springen en zo. Maar ik dacht dat ik hier nog iets zag. Eerlijk gezegd. Nou ja, nee, inderdaad. Zit gewoon niks. En spring. Wat? Lol. Hij sprong mis. Oké, dan. Dat zou ook zo kunnen. Oké. nou ja, weet je wat? Dit doen we de volgende episode. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze epische episode. Geef het video natuurlijk een groen duimpje. Abonneer op mijn kanaal als je het leuk vindt. Ja, geef natuurlijk een groen duimpje. Abonneer. En dan checken jullie allemaal de volgende keer bij een nieuwe Tomb Raider episode 10.